Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb fantastisch nieuws vandaag. Want ik ga weer meedoen met Legends of Gaming. Ik weet niet of jullie seizoen 1 of seizoen 2 of misschien heb je daarna ook wel andere seizoenen gekeken. Maar in ieder geval, ik heb 2 seizoenen meegedraaid en dat was het begin en dat was Legendaries. Dus het was Legends of Gaming Legendary. Gewoon met de mensen met wie ik dat deed, de vibe. Het hele idee, een gamekanaal zeg maar, een soort van Nederland waar gewoon elke favoriete YouTuber aan meedeed. Dat idee een beetje. Was super vet, was echt heel erg tof. Nu ben ik weer gevraagd om mee te doen dit jaar. En aangezien ik weer heel erg veel plezier heb in het gamen en ook weer mijn gamekanaal tot leven wil brengen, dacht ik, perfecte timing, ik ga meedoen in Legends of Gaming. Ik neem jullie mee en ik ga jullie alles laten zien vandaag. Van de heenweg ernaartoe tot het aankomen, tot degene wie daar werken, de visagie, de mensen die meedoen. En ik ga zoveel mogelijk laten zien. Ik mag natuurlijk niet de opname zelf laten zien, want dat komt op het kanaal van Legends of Gaming zelf. Maar ik kan natuurlijk wel zoveel mogelijk voor jullie laten zien hoe dat een beetje gaat achter de schermen, hoe dat wordt geregeld en wie de andere deelnemers zijn. En wie mijn teamgenoot is. Want ik heb een teamgenoot en daar ben ik heel erg blij mee. Die teamgenoot blijft hier ook slapen tot en met vrijdag. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Ik ga eerst even een lekker ontbijtje naar binnen werken. Kampioensontbijt. Gemaakt door Myron. Shoutout Myron. Lekkere. Ik ben over naar de hagelslag de laatste tijd. Ik weet niet wat het is. Maar ik heb hier in ieder geval 2 lekkere broodjes hagelslag. En de deurbel is gegaan vanochtend al vroeg. En de mannen van Puur Vloeren die zijn nu bezig om de vloer voor te bereiden en te egaliseren vandaag. Want er komt een prachtige gietvloer. Net als hier in de woonkamer. En net zoals de eerste verdieping en op zolder. En net zoals de studio komt er een prachtige gietvloer. Alleen is deze net even wat anders. Zodat die perfect is voor de auto's die erop komen te staan. Zodat je niet van die kuilen hebt, weet je wel. Dus dat wordt echt super nice. Dus ik ben heel erg benieuwd. Myron die blijft hier vandaag thuis en die gaat een timelapse maken van de garage. Dus daar gaan we later nog even naar terugblikken. Maar het belooft een leuke dag te worden, dames en heren. Ja, was alleen even vroeg opstaan. Ik ben nu even aan het wakker worden met een lekker ontbijtje. Ik heb nog een kwartier, dus ik kan even lekker rustig aan doen. En wat doen jullie trouwens in de ochtend eerst? Tanden poetsen en dan eten? Of eerst eten en dan pas tanden poetsen? Want ik heb net mijn tanden gepoetst, gewoon als eerste van de dag. En nu ben ik aan het eten. Ik ben benieuwd naar jullie volgorde. Laat weten in de reacties. En ik heb hier 2 leuke reacties van laatst die ik even wil toelichten. Eentje is van Sugarbomb 2190. En die zegt Thijs en Janneke met een hartje. Wat heb ik die gemist zeg. Leuk dat ze weer eens in de vlog zijn. En nu is er ook nog eentje van Cat Lady Crazy 83. En die zegt ging echt stuk om Frank in de Tesla. Wat een mooie kerel. En leuk om Janneke weer eens te zien in de vlog. Thanks voor de leuke reacties. Ik ga even mijn ontbijtje afmaken. En dan ga ik jullie meenemen op pad. Laten we als eerste eventjes gaan kijken naar de garage wat ze op dit moment aan het doen zijn. Ze hebben sowieso even stroom gepakt hier zo in huis. Dus we volgen gewoon de kabel. Kijk, daar staat het busje al. Morgen! Morgen! Nice. Nou, zoals jullie kunnen zien, ze zijn aan het stofzuigen geloof ik, de vloer. Ziet er een beetje gek uit, maar alles moet weg zijn. Er mag geen stofje op de grond liggen. Alles moet helemaal super clean. Dus ze zijn allebei aan het stofzuigen. En zoals jullie ook kunnen zien, hebben we hier al het materiaal wat de stucadoors hadden neergelegd op de grond. Zodat tijdens het stuken de grond niet vies zou worden. En hier heb je de leuning van de trap naar beneden, een klein keldertje voor opslagruimte. En vandaag gaat Marvin jullie wel meenemen in dit proces een beetje. Ik pak nu nog even een batterijtje voor de camera en dan moet ik er echt vandoor. Ik heb een tas te pakken, dames en heren. Camera's, batterijtjes, lenzen, noem alles maar op mee. Blijft het toch altijd een genot om zo in de tuin te lopen. Echt niet normaal. En ik ben zo ontzettend benieuwd hoe ver ze komen vandaag met de hele vloer van de garage. Dus later vandaag, want het wordt echt een lange dag. Misschien moet ik zelfs de avond eten. Dus we gaan het maar even meemaken. We zien later vandaag. Kijk, Marvin is nu al bezig met een timelapse. Nice, schatje. Nice. Ja. Hey, een mooie schoen aan. Ja, waarom heb jij die niet aan? Ja, ik heb deze al aan. Ja, Myron die maakt er een soort van sport van. Dat ze altijd als ze even snel iets moet doen buiten, dat ze mijn schoenen aandoet. Ja, ga jij daarop lopen vandaag? Of deze. Op de visslippers. Ja. Ik had gisteren met de garage helemaal opruimen, de auto al mooi klaargezet. Maar sowieso dit plaatje, dames en heren. Check dan even.
De Porsche Panamera blijft ook nog steeds zo'n beauty. Het is echt niet normaal. Maar we gaan vandaag met de Lamborghini Urus. Er is blijkbaar een nieuwe Urus op de markt gekomen. En dat is de Lamborghini Urus S, had ik gezien. Dat is een nieuwere versie. Je hebt ook de Urus Performante. En de Urus Performante die heeft sowieso meer carbon onderdelen, is lichter. En gaat volgens mij ook sneller, ziet er anders uit. Heeft al een soort van kleine bodykit van zichzelf. Alleen je hebt nu sinds een paar maanden blijkbaar ook de Lamborghini Urus S. En ik heb gisteren daar even wat video's van gekeken. Van wat is dat nou precies? En dat schijnt een nieuwe variant te zijn van de Urus, waarin er een verschil zit in de motorkap, in de voorkant. Er zitten van die soort van stoere gaten of zo voorin. En voor de rest kon ik er eigenlijk niet zo heel veel uit halen, waarvan ik dacht van dit is echt next level shit of zo. Alles zag er verder gewoon hetzelfde uit. En als er een verschil was, was het echt niet heel. Dus het is niet zo dat je denkt van oké, wow, Enzo vertelt de nieuwe Lamborghini Urus, dat je als je een foto daarvan ziet, dat je denkt wow. Er zijn een paar dingetjes aan het uiterlijk veranderd, maar niet echt mega groot of zo. Maar goed, ik wil het verder niet te lang over auto's hebben. Ik ga nu lekker rijden naar Amsterdam. Tenminste vlakbij, 3 kwartiertjes. Koffertje mee in de auto, goed voor elkaar zo. Stoelverwarming aan, stuurverwarming aan. En ik zit even na te denken, wat voor nummer ga ik luisteren? Wat voor muziek? Waar begin ik mijn dag mee? Met welk nummer? Dat is belangrijk. Dames en heren, ik weet het. Ik weet welk nummer ik als eerste ga luisteren vandaag. Woef! Came from the bottom, down below. Remember them cold nights, I was sleeping on the floor. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Those. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So I've been down in keep it up. Altijd als ik een kauwgompje neem, dan moet ik niezen. Meestal 3 keer, maar we houden het vandaag bij 2 blijkbaar. Put a buck out on. Always been one. Zo, dat was wel het ritje eerlijk gezegd. Ongeluk gebeurd, file, nog een keer file, stilstaan. Maar we zijn er. Ik denk dat het hier is. Oké, we zijn er. Let's go. En ik zie mijn teamgenoot al binnen zitten. Ik ben super hyped. Ik ben echt super hyped. Ik ben er als tweede. Als tweede, dames en heren. Dat is nice. En ik had niet verwacht dat deze guy als eerste zou zijn. Mijn teamgenoot als eerste. Yo, dat is perfect. Oké, hier zijn we. Morgen. Morgen. Hey. Let's go, man! Let's go! Je bent gewoon als eerste, bro. Ja, ik dacht dat ik te laat was. Legendary, bro. Ja, wij zijn als eerste. Normaal kom ik te laat. Ik kan niet helemaal. Nice, bro. Yeah. Goed je te zien, man. Ja, lekker. Oh, kan je me helpen? Oké, ik ga me voorstellen aan iedereen. Morgen. JJ. Enzo. Hi, morgen. Hey, man. Enzo. Milan. Hi. Enzo. Hi, Milan. Hi. Enzo. Ik ben klein. Hi. 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 Enzo. Hey. Alles goed? Goed, ja. Wow, dat is clean. Hoi, Sander. Enzo. Nice, oké, hier gaat het gebeuren. Nou, niet hier letterlijk, maar we worden wel goed verwend vandaag, zie ik. Worteltjes, komkommetjes. Oké, nou ja, dan gaat het straks gebeuren, denk ik. Zijn wij als eerste, denk ik. Yes. Hey, luister, belangrijke mensen komen normaal te laat. Maar we zijn er als eerst. Ja. Bro, ik heb je zien shinen bij de slimste mens. Dat was nice, hè? Ja, dat was super nice. Joost is serieus bij de slimste mens geweest van België. Zo heet dat toch? Slimste mens België. Alleen Nathan die was al eerst al die aflevering sowieso legendary. Meerdere. En nu was Joost er. Dus echt heel erg nice. Oké, cool. Nou, ik krijg vanzelf te horen als ik wat moet doen. Nu. Oké, ik moet wat doen. Er zijn 2 andere deelnemers binnengekomen. Hoi, ik heb me ook nog niet voorgesteld. Hey man. Enzo, alles oké? Ja, lekker. Nice. Sam, nice. Sam. Good morning. Hey man. Enzo. Rutser. Alles oké? Zeker man. Ja, ja. Ik ga het vloggen. En de andere deelnemers even filmen. Heerlijk. Goed? Ja, goed, nog wel. Ik moet meteen zelfs niet te veel. Oké. Is goed, is goed. Ik word op dit moment gezenderd, zoals jullie zien.
Prachtig. Worden nog even vastgeplakt en dan zijn we good to go. Ja, ik dacht ik kan geen KP-merch aandoen vandaag, dames en heren. Dus ik heb mijn ketting omgedaan. Wel represent Knolpower natuurlijk. Dames en heren, dit is de studio. Damn. Zo, holy shit. Ik heb nog nooit zo'n groot greenscreen gezien. Oh, yo. Oh, shit. Ik sta meteen op een buis hier zo. Maar anyways, check hoe dit eruit ziet. Wow, dit is echt lijp. Dit is echt lijp, hoor. Next level, hé. Wow. Je kan een soort van bijna geen diepte zien hier zo. Het is echt super vaak. Damn, dit is wel echt heel vet hoor. Het is echt heel gek dat het zo groen is. Ik was al blij met mijn greenscreen. Ja, stukje stof vroeger op mijn kamer. Maar dit... Damn. Niet normaal. Oké, anyways. Het is Nathan en ik tegen deze twee mannen. We hebben een probleem met zijn Xbox controllers, man. We kunnen nu al naar huis gaan. Echt waar? Ja. Hey, maar even serieus. Oh, Xbox, ons ding. Nee, dat is helemaal niet ons ding. Xbox specialist ben jij, bro. Xbox specialist. Let's go, man. Oké, wat PlayStation, Xbox, wat prefer jij? Ja, PlayStation. Bro, ik sowieso allebei probleem voor mij. PC, man, all the way. Ik gewoon keyboard. Of Nintendo Switch. Ja, dat is waar, dat is waar. Oh, is dat de award? Ah, jij hebt twee mensen. Dat is twee mensen. Ah, tuurlijk. Oh. Ik heb allebei dit. Damn. Even de thumbnail alvast. We hebben gewonnen. Hey, maar dat is wel vet bedacht. Dat is wel deze. Dat is wel echt nice bedacht. No. Oh shit, bro. Damn, man. Dames en heren, ik heb een script gekregen. Is mij van tevoren niet verteld, maar ik heb een script. 1 A4'tje lang, oké? Okay? There we go. Hallo dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar Legends of Gaming. Seizoen 8, boys! Woo! Seizoen 8, dames en heren, in een gloednieuwe studio zoals jullie zien. We hebben knijtschoot greenscreen, knijtschoot widescreen. En we hebben super vette gear, we hebben super vette deelnemers. Dit zijn niet de enige deelnemers. Er komen nog meerdere duo's. Ja, want we gaan werken in duo's dit seizoen. Dat wordt echt knijtersvet. Mijn maatje dit seizoen gaat worden Nathan. Woo! Come on, bro! Damn! Woo! En we hebben daar een ander duo, boys. Ja! Yeah. Let's go! Come on! Het is mooi om te zien, het is mooi om te zien. Het kan allemaal, dames en heren. Ik hoop dat jullie allemaal super hyped zijn door de even duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Let's of Gaming. Later in dit seizoen gaan jullie meerdere duo's nog zien strijden tegen elkaar. Maar wij trappen hem af. En één van deze duo's gaat dus meerdere games spelen. En uiteindelijk komt daar een winnaar die doorgaat. En dan komt de finale. Hype, hype, op hype, op hype, op hype. En shout-out naar de sponsors voor de super vet gear die we hier allemaal hebben. Dit wordt echt insane. De hype is real, dus let's fucking go. Woo! Woo! Yeah! En die was al beter. Deze moet echt goed. Ja, die was eigenlijk al goed. 3, 2, 1. Wat nog heel... Oh, wacht, doe gewoon even zo. Wat nog... 10 jaar YouTube. Wat nog heel erg belangrijk is om te vertellen, is dat we gaan strijden om levens. En deze levens zijn zo ontzettend belangrijk, dus de focus moet echt zijn. Want deze levens kunnen we later gebruiken in de finale. Let's go! Het gaat elk moment beginnen, dames en heren. We gaan de eerste game spelen. Het is echt een funny game. Een soort van gangbeast van vroeger, maar dan met dieren. Dus dat wordt echt lijp. We gaan met de controller. Bro, even serieus. Ben jij een computer gamer of een console gamer? Ik kan beide, maar vooral controller. En Legends of Gaming. Of ik bedoel League of Legends. Maar controller. Met controller? Nee, maar je kan beide. Maar je voelt je wel comfortabel met deze controller. Nee, het is welke games. Ik speel Call of Duty liever met controller. Ja, dat heb ik dus weer niet. Ik met muis. Ja, ga ik. Maar en wie speelt bijvoorbeeld FIFA met toetsenbord? Wie de fuck speelt FIFA? Ja. Er zijn mensen. Ja, natuurlijk. Ja, dat is dus een beetje het ding. Het hangt echt van de game af. Daarom hebben we ook twee verschillende dingen. We hebben of toetsenbord en muis of controller. Maar goed, we gaan deze met controller spelen, dus let's go. Controls kijken. Damn, bro. We zijn al bij de derde opname, man. Ja, het wordt echt clean sweep, man. Damn, dit is echt niet normaal. Ze hebben het nodig. We hebben een strategie die niet te beat is. Ja, klopt. Ze kunnen ons niet pakken. Dit is insane. Dit begin is al zo insane. Oh. Dat ze hebben serieus gewoon een A4'tje nodig met controllers. Terwijl we al bij de derde game zijn. Ze hebben tips nodig. Jullie hebben geen 5 dieren gespeeld. Hey, als ik nu weet, mag ik Milo's zonnebril aan voor de rest van de aflevering. Oh, dat vind ik wel goed. Helemaal niet. Wat doe je nou? Zo'n van mijn vlogcamera is jouw zonnebril of zo. Dat wil ik niet, man. Ja, dat mag ik niet gebruiken om je voorhoofd te bedenken. Je hoort
wordt die even gevuurd. Nee, maar dit vind ik niet leuk. Dit vind ik echt van mij. Ik weet dat Jan de leukste bent. Ja, dat merk ik, ja. Dat wow, hé. Hey. Dat was wel echt... Oh ja, geen te ver. Ook aan de vlog denken, hè. Ook... Sorry. Dat was geen BM meer. Was... Sorry mensen, dat was een grapje. Dankjewel. Nu is het weer goed, toch? Ja, ze zijn meteen een game aan het spelen die ze wel kunnen winnen misschien. Ja, leuk. Echt niet leuk. Ze zijn net met al bijgekomen dat je hoef je echt niet te zien. Nee, maar even serieus, wat moet je hier doen? Ja, we hebben geen idee. We hebben nog geen idee. We hebben echt geen idee. Ja, zo. Ja! Ja. Oké, okay, nou ik ga even heel verstandig even mijn stem sparen, want damn. Maar dit is wel nice, dit is wel een goede vibe, kan ik jullie vertellen. Best of 5. Best of 5, omdat best of 3 weer te makkelijk is. Ja, ze hebben het wel helemaal moeten veranderen. Best of 5 is het team dat als eerste 3 keer wint. Maar dat wordt al gezegd in die opening, oké. Oké, dames en heren, Milo en Russo gaan nu even de outro doen. Leuker dan wij het spel hebben gevonden. Druk dan op een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op de... Damn, allemaal achter het scherm hier. Tot later. Dat was hem, dames en heren. Damn, zo, een oude foto van mij? Kijk dit dan, joh. Oké, die foto ook van Ace. Die heeft een soort van föhn die hij zo tegen zich aankrijgt met dat haar zo in de bek. Nice. Oké, okay, dames en heren, we zijn op dit moment Fortnite aan het doen. En ik heb gehoord dat Rutger en Milo favoriete game Fortnite is. Zeker. Dus, we hebben ook een eigen skin. Jullie hebben een eigen skin zelfs? Ja, zeker. Damn, insane. Nathan. Dit was zaad. Let's go. We geven niet te veel weg, maar Nathan en ik zijn wel een beetje boos, man. Want jullie zijn goed. Ja. Jullie zijn echt goed. We winnen niet alles, maar als we dit verliezen, zou het heel gek zijn. Ja, precies, snap ik. Oké, dan gaan we. Dit moet ik zeggen. Alleen dit. Ja. Dat moet ik inspreken. Er zijn een paar verschillende manieren en dan hebben we... Oké, okay, cool. Oké, okay, dit is dus de voice-over booth. Dat is gewoon een klein hokje. Hier zo. Tussen de studio en hier al het geluid en alles in. Dus hier ga ik eventjes staan. En hier ga ik even wat inspreken. Oké, scheelt. Het is wel echt weer leuk door, dames en heren, om deelnemend te zijn van Legends of Gaming. Ja, het is legendary. Het is legendary. En dat ik met Nathan in een team zit, is nog meer legendary. Dus nu even een voice-overtje doen en dan gaan we daarna weer door naar de volgende game. Oké. Soort nice. Maar we hebben al 3 opnames gehad. Gaat hard. Vandaag spelen we de allereerste map van KPN Island, genaamd Hunters vs Stunters. Als stunters probeer je met auto's de hunters van een platform te rijden, waarbij de hunters zichzelf proberen te verdedigen. Het team dat als eerst 2 games weet te winnen, wint de video. Check, dames en heren. Kaasbroodje. Oeh, clean. Ik heb hier een sausijzenbroodje. We gaan even lekker lunchen. Ik vind het hier niet zo lekker. Wat gebeurt hier, Milo? Lunchje. Oh, wat gaat er nu gebeuren? Oh, met de aansteker, tuurlijk. Nou, proost. Ik zal even hier wat erin doen. Hey, boys. Sowieso leuk je te ontmoeten. Eens gelijk. Milo, leuk dat we een keer langer chillen dan hoi en doei. Dan die 5 minuten die wat... Precies. Dus proost, mannen. Op de overwinning. Dames en heren, we hebben even een korte pauze dus gehad, zoals jullie hebben gezien. Het is op dit moment volgens mij rond de 1 uur ongeveer. Dus heerlijk geluncht. We zijn nu wederom in een studio, maar dan met een iets kleiner greenscreen, zoals jullie kunnen zien. En deze keer gaan we geïnterviewd worden door deze man met een telefoon setup. Jij gaat vragen stellen, wij moeten gewoon antwoorden. Ik niet, nee. Oh. Dat is top 5. Een top 5 lijstje. Een top 5 lijstje? Ja. Oeh. Deze krijgt dan een lijstje. Hier staan de lijstjes op. En jij mag dan raden wat er op het lijstje staat. Oké. Okay. Ah, een soort quizachtig iets. Ja, zeker. Ah, dat is wel sick. En natuurlijk doe ik het met mijn man. Nou, wij zijn zo goed bezig. Dat is niet normaal. En wat ook leuk is trouwens, is dat de rest van de week blijft Nathan slapen. Yes! Dus dat wordt fun, fun, fun. En laten we dit nu even opnemen. Let's go. De vraag is, wat zijn de 5 meest gespeelde games of all time? Call of Duty? Staat er niet in, man. Oh. Nee, luister. Er staat eentje in die je volgens mij nooit gaat raden. De andere 4 zijn easy. Moet ik ze gewoon opnoemen? Ja. Minecraft? Yes, boom. Boom. FIFA? Nee. Nee? Nah. Ja, wat is de eerste letter? Oh, Street Fighter. Dat is een S. Street Fighter is met een F. Nee, maar Street Fighter. Ja, oh shit, man. Nee, ik denk serieus. Met de F. We hebben het na Fortnite. Fortnite, natuurlijk. We hebben de F Fortnite. Dit zijn nog 3. Ja, ik denk ook die je niet gaat verwachten. Hoe heet ze dat ook weer? Want ze heel veel spelen in het... Oh, Counter-Strike. Ja, man. Lekker. Ja, dat was niet de heide dat ik dacht dat je niet... Nee, ik bedoel die andere.
Die echt er is nu eentje die super poppin is op YouTube. Iedereen internationaal speelt de hele tijd, maar het is veel te childish. Staat er League of Legends op? Nee. Oh. Het is veel te childish voor ons om te spelen. Wij kunnen die game maken. Het bestaat super lang. Die blockfans. Roblox? Ja. Ja, Roblox. En die andere, dat is zo'n strategy game, denk ik. Nee, het is echt een spel die gespeeld wordt door mensen die niet echt gamen. Het is echt een game voor mensen die niet gamen. Zo'n beetje. Dat je een leven simulator of zo. Sims? Ja. Dat speelt mijn vriendin. Ja, die is ook geen gamer. Ja, let's go. Wow, deze is legendary. Deze is legendary. Deze is gemaakt voor jou. Kijk. Oké, de top 5 bekendste Pokémon. Ja, Pikachu. Bro, die staat op 1! Clean. Ik ga ze zelf in volgorde doen, ja? Ja, doe het. De bekendste Pokémon, die hebben Eevee, staat niet bij. Nee, man. Dat is vaak Charmander, Charizard. Boom, Charizard staat op nummer 2. Mewtwo. Staat op nummer 3. Mew. Staat op nummer 4! En nog eentje. Welke is er nog bekend? Deze is wel echt sick hoor. Is moeilijk. Die laatste. Zal het is moeilijk? Het is in dezelfde type van Charizard. Oké, vuur. Charmander is... Nee, niet in de type van vuur, maar van een draak. Oké, van een draak. Dragonite. Boom. Easy. Deze was... Clean. Deze is wel nice. Deze is clean. Maar de... Er zit er eentje bij. Oké. Enzo, wat zijn de 5 meest gedownloade apps wereldwijd? Spotify? Nee, tuurlijk niet. What the fuck, dat is betaald. Wie downloadt dat? Nee, het zijn inderdaad allemaal gratis apps. Ja. Fortnite? Fortnite, klopt. Tuurlijk. Tuurlijk niet. Ja. Het zijn apps op de telefoon. What the fuck? Ik denk Windows. Wat? Nee, oké, serieus. Apple. Hij nog één. Dit is niet grappig, hoor. Nog één. Dit is niet funny. Ik denk de Rabobank app. Ja, juist. De rest zijn ook 5 banken. ING, ABN. Yes, yes. Knap. Klopt. En Deutsche Bank, je hebt er 5 man. Oké, nee, zal ik ze even serieus doen? Ja. Wat was de vraag ook weer? De 5 meest gedownloade apps. Oh ja, gratis apps. TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram. Deze is heel erg leuk, want Nathan komt uit België, zoals de meesten weten. En dit is de vraag. Top 5 grootste steden in Nederland. What the fuck? Amsterdam. Easy. Rotterdam. Eindhoven. Ja. Utrecht. Ja. Bro, Klutjum. Ja. Klutjum. Gerso. Waar komt het vandaan? Abraham. Ja! Gerso, zegt die man. Den Haag. Een mooie stad achter de duinen. Insane. De Schilderswaak. Een molen en een plein of zo. Ja, dat is hem, man. Top shit. Clean deze. Clean. Dames en heren, we hebben een nieuwe opname. En deze keer is dat IAFC. En we zijn hier volgens mij met 2 e-sporters. 2 pro's. Klopt. Dit kan zo. Ik zie deze man ook even introduceren. Oké, is goed. En hoe heet je? Manuel, en jij? Levi. En wat is dit jaar het beste team in IAFC als je gaat spelen met vrienden? Wie moet je? Interviewer! Nederland. Nee, Frankrijk, hè? Sowieso, Mbappé en zo. Ja. Wat is het slechtste team? Ierland. Oké, ik ben benieuwd. We gaan potje spelen. Ja, lekker. Ik haat FIFA. En, ja, je mag dat niet meer zeggen ook, hè? Nee, ik vind FIFA super chill. Nee, IAFC. Ik vind IAFC echt een leuk. Het klinkt ook niet. Nee, love it. Er zijn zeg maar 2 mensen hier die als enige dat spel kunnen. En dat zijn die 2 mannen. Klopt zeker wel. En vinden we het vet? Nou, ik heb wel 17 bier op, dus ik weet niet hoe. Nou, we gaan er wat moois van maken. Zoals jullie kunnen zien, hier gaat het helemaal goed, dames en heren. Ik heb ontzettend naar mijn zin en we hebben echt hele leuke opnames erop staan. Maar hoe gaat het eigenlijk bij mij thuis? Ik ben heel erg benieuwd, dus we schakelen even over naar de beelden die Myron aan het maken is van de garage. Blessings falling on me. I got weapons, need no armor. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty, you don't know me. Okay, hey now, it's a new.
new kid on the playground. So many bags on me, you would have thought I was a spray ground. Now they know. Dus ja, dames en heren, ik denk niet dat ik eigenlijk meer dan dit kan laten zien van wat hier allemaal gebeurt. Behalve dus dat je hier een mega greenscreen hebt, wat ik echt nog steeds super sick vind. Check eens eventjes. Dit is echt ziek. Dit is echt heel erg ziek. Zo groot. Ik heb het nog nooit eerder gezien. En dan hebben we aan de andere kant hebben we dus gewoon helemaal wit. En dit, dames en heren, is dan de andere kant van de studio. Het hele grote witte gedeelte. Dus aan de studio ligt het in ieder geval niet. Ik moet zeggen, aan de deelnemers ook niet. Want we hebben het heel erg naar ons zin. En het zijn echt serieus hele leuke opnames. Dus dat wordt echt keihard. En we gaan nu alweer door naar de volgende opname. Dit is de 6e opname. Als ik het goed heb. En dan daarna hebben we nog die finale die we gaan spelen. Dus Nathan en ik tegen Milo en Rutger. Dus ze worden even bijgepoederd. En dan gaan de camera's weer aan. Gaan we opnemen. Let's go. Boom. Oké, mannen. We gaan eerst samen overwinning vieren. Overwinning? Ja. Oké, top. Verliezen. Ja, dat was hem. Wait. Naturals. Jeez. Dames en heren, de opname zit erop. Het is op dit moment... Hoe laat? Hoe laat leven we? Ik denk 5:30. Het is 6:30, dames en heren. Dus dat betekent dat onze opnamedag erop zit. Jij gaat lekker met mij mee naar huis. Ja, lekker. De pinball machine is waiting. Nathan heeft het al die tijd al gewoon in zijn hoofd gehad. Als ik bij Enzo weer ben, dan ga ik op de pinball machine, oftewel de flipperkast. En dan ga ik gewoon in die highscore komen. Dat moet. Ik denk, serieus, ook al blijf jij de hele week bij mij slapen, ik denk dat jij niet in de highscore komt. Nee, ik denk dat jij iets positief ging zeggen. Oh, sorry, ja, als sorry. Speel je de hele week, je komt er niet en ik ga mijn best doen. Ik ga proberen. Dus hou de vlogs in de gaten voor als jullie dat willen weten. Wij gaan nu de spullen pakken en dan gaan we naar huis, want we zijn er klaar mee. We hebben 7 video's opgenomen vandaag en het was legendary. Het was echt serieus geniaal. Milo, what the fuck, een van de grappigste guys die ik ooit ontmoet. Niet normaal, ik heb me echt helemaal stuk gelegen om die gast, dat is niet normaal. Rutger, fucking chille guy. Echt heel erg nice. Vibe super goed. Mensen die hier werken achter de schermen. Super goede vibe. Lieve mensen. Dames en heren, mijn dag is compleet. Serieus, mijn dag is echt compleet. Dus ik ben heel erg blij. En dan kom ik straks ook nog thuis. En dan zie ik de garage veranderd. Woehoe! En dan krijgen we lekker eten van Muin. Woehoe! En zo. De dag is... We moeten nog iets filmen met de lamp. Oh! Ja, met die grote. Is dat cool? Met de lamp? Oeh, dit is wel spacey. Oké, dit is dan waarschijnlijk echt het allerlaatste wat we moeten doen en dan gaan we er vandoor. Oeh, dit is wel... Damn. Dit is wel clean, hoor. Nee. Oh, dat was mij. Wat zei jij? Ik zei niks. Echt niet. Serieus, wat zei jij? Wat zei jij? Ik liep langs en jij zei eens. Nee, heb ik niet gedaan. Niet mijn dingen, niet mijn... Oké. Hoe voel je het vandaag? Even serieus. Ik vond het leuk. Alleen, ik merk dat ik niet echt een gamer ben. Nee, is dat zo? Ik vind het wel leuk om een beetje te doen alsof ik ga winnen, maar ik weet toch wel dat ik ga winnen. Oké. Je bent niet echt een gamer. Jij bent echt heel goed in gamen. Ah, bedankt man. Bedankt. Je bent echt goed. Ja. Ik waardeer dat echt. Ik ben ook fan. Nee, maar serieus. Ja? Sowieso. Ja, dat vroeg me al eens af. Is iemand van de bank zit fan? Maar dat ben jij dus. Iedereen. Oh, iedereen? Ja, man. Oké, maar dan gaan we een keer wat opnemen dan. Wat zou jij het leukst vinden met ons op te nemen? Nou, in ieder geval niet het nummer. Nee, maar oké. Leuk. Iets met eten. Damn. Iets van... Eten set. We doen dit ook in de slechtste belichte kamer. Maar je wil iets met eten. Ja, het is niet mijn vlog. Nee, dat is waar. Je wil iets met eten doen. Ja, maar zoiets, of een stoppetje of zo. We kennen elkaar nu ietsjes beter, hè? Door deze opnamedag. Ja. Dus als je echt iets hebt van, hier past Enzo bij. Oké. Bro, bel me en we gaan het fixen. Dat lijkt mij legendary. Ja, mij ook. Als wij iets hebben, dan gaat zeker iets zijn. Dat weet ik nu al. Gaat zeker iets zijn. Is goed. Ik ga dat horen. Ja, ik hoor het maar ook. Maar komt hij dan ook bij? Ja, dat is de vraag, want de duo is wel real. Ik wil hem er echt bij. Oké, ja, dat wordt lastig, man. Jij stelt het voor. Jij bracht het op. Nee, maar meer dat even duidelijk is dat je geen hoop krijgt. Ik heb hier niks mee te maken. Maar blijkbaar... Dat houden we ook zo. Blijkbaar hebben Nathan en Milo 7 jaar geleden of zo een keer een FIFA video opgenomen. We gaan way back. Ja? We gaan echt way back. Maar hij is wel veranderd. Ja, ik ben veranderd, hè. Ja. Jullie niet. We zien er nog altijd exact hetzelfde uit. Het is net zo'n CP Company merch met glazen erop. Wat is dit nou, joh? Is toch sexy? Ik had er niet aan doen dat jullie hier allemaal als afgelaten met de jongetjes uit. Ik ben een chiller. Ja. Milo, kon minder. Maar ik ben een chiller. Niet afleiden, ik moet. Ja, zoals ik al zei, goede vibes. Dus, Ja, dat is een klein stukje. Ja, top. Oké, doen we wat. Ja, dat is iets hoger, Milo. Je mag iets hoger.
Damn, dit is hem wel, denk ik. In 3, 2, 1. Ga jij nou weer lachen? Ja, ja, ja. Heel vermoeiend, zeg. Even ja, sorry man, dit zag er gewoon echt heel goed uit. Ja. En dan moet je boos zetten. Moet je die boos zetten? Ja, doe je boos. 3, 2, 1. Kun je nog één keer? Ja, even serieus. Ja. Geen boos zetten. Zullen we zo naar links kijken, naar rechts? Dat is goed. 1, 2, 3, 1. Yes. Buy that paper. Buy that paper. Man, I'm free, I wake up a new episode. I pop out clean and skip me up a level though. She talked to me like I'm not me, I get it though. Yeah. Top. Boom. Hello. Hello, hello. We zijn weer thuis. Hola. Hola. Yeah, we zijn er weer. Let's go. Hoe is de garage? Ja, heel nice. Kijk maar. Oh, ik ga kijken, ik ga kijken. Hoi, alles goed? Ja. Oké, ik leg even spullen neer. Mag ik die aan jou geven? Ja. Ik wil eigenlijk samen met jou kijken ook. Wat zijn die vest? Dat zijn mijn slippers. Wist je van wie ik dit heb gekregen? Nee. Van Thijs. Mijn visslippers. Ja, kom even checken bij de garage, bro. Ik ben zo benieuwd. Ja, jullie hebben het dan al gezien, denk ik. Wauw. Ja, hè? Hey, ik zie je afdrukken. Ja, maar dit is de eerste laag. Oh, er komt daarna nog een laag. Ja, ze moeten echt nog 5 keer terugkomen. Oh ja, dat is een proces wat zich vaker herhaalt. Kijk hoe clean dit is, bro. Dit is de garage. Dit is echt zo clean. Je hebt de trap. Ja. Met een kelder. Ja, met een kelder voor opslag. Wow. Maar dit is super clean, dames en heren. Dit is echt super clean. 4-car garage. So nice. Hoeveel past er hierin? Oh. 3 auto's. Ja, en de auto's zijn groot natuurlijk. Tenminste, de Lambo is echt heel breed. Ja, super nice. Dit is echt... Oeh, pas op dat je er niet op staat, hè. Oeh, dat scheelde echt niks. Het zou meer dan de zoveelste keer zijn dat ik gewoon zoiets nu al kapot maak. Dat ik het nu al verhaal maak. Oké, wij zijn zo erg blij met het avondeten wat Marvin heeft gekozen. Want we gaan pasta pesto eten. Mwah! Perfect. Terugreis naar huis was super chill trouwens. 50 minuutjes en we zijn er. Zo, het is lang geleden dat ik zoveel video's achter elkaar heb opgenomen. Maar we hebben het overleefd, dames en heren. En we gaan nu weer even wat energie erbij krijgen van het eten van Myron. Want de pasta pesto. Oeh. Ja, dit wordt super nice. Het gaat wel energie geven. Zeker. Daar gaan we. De witte konijnenkeuteltjes. Oeh. Wat is dat? Geitenkaas. Bro. Dit is een van de enige dingen die ik niet zo lekker vind. Oh, je kan me nooit horen zeggen dat ik iets niet lekker vind. Maar geitenkaas is dat. Het enige wat ik niet super lekker vind. Maar dit is exquisite. Amazing. Het is echt heel erg lekker, ja. We gaan lekker smikkelen, dames en heren. De beroemde pasta pesto. Eten, niet normaal lekker. Niet normaal. En in één keer zegt Myron, ik heb nog iets gemaakt. Oeh. Ja. Dat jullie zo goed gespeeld hebben vandaag. Ja. Daar. Wauw. Oké, ik stop nu met eten. Nee, ik wou nog een keer opsteppen. Ja, sowieso. Ineens heb ik weer een plaatje. Ja. Dat heb ik dus ook, ja. Ik dacht misschien dat jullie dat straks. Ja, nee, snij me aan, graag. Zie ik, heb nog... Tweede ronde. Ik heb nog een plaatje. Je hebt altijd de plek voor Toet. Ja, hier heb ik allemaal een plek. Dat is echt zo. Dat had ik vroeger ook. Dan zei mijn moeder van eet je bord op. En dan zei ik nee, ik hoef niet meer. Dus dan wil je ook geen toetje. Mam, dat is een ander gedeelte hier. Ja, de toetjes komen hier. Ja. Wow, maar deze manchoet. Heb je ooit manchoettaart van Marvin gehad? Ja, bij ons noemt het krieketaart. Krieketaart? Of is het niet dat? Zijn dat krieken? Ik zei manchoettaart. Dat is met kersen. Ja, krieken. Oké. Nou, wel het geleerd. Leuk. Maar manchoettaart van Marvin ook is... Of zijn het kersen? Het is een soort cheesecake. Dat zijn kersen. Ik denk dat... Soms zag ik iets in je video en dan zie ik de comments. Nee, dat is het niet. Ja, dat is dit toch? Ja, dat is hetzelfde. Ja. Je hebt het goed. 10 punten naar Gryffindor. Oh, Marvin, deze is er... Oef! Ja, dit is perfect. Ze vroegen ooit eens tijdens een interview aan me, wat maakt jou echt gelukkig? Ik zei eten. Ja. Ik heb direct gewoon voedsel, man. Maar dat zie ik ook altijd. Je bent echt gelukkig als je eten hebt. Ja. Je zit er ook altijd helemaal onder. Ja, klopt. Oké, daar gaan we. Oh, smakelijk. Ja, smakelijk. Eet smakelijk. Ja, niet normaal. Bijna aan het kreunen. Ja, niet eens bijna. Ik kom er volledig voor uit. Het was een full-on kreun.
Het is tijd om even lekker uit te buiken in badje. Niet heel erg lang, maar gewoon even chill in badje. Even lekker badderen. Heerlijk. Ik hoor echt alleen maar die flipperkast keihard heen en weer gaan. Ben je lekker bezig? Net als je toekomt, fuck ik het. Maar wat is de hoogste wat je nu hebt gehaald? 1,2 miljoen. Wow. Dat is een groot verschil, man. 1,2 miljoen moet Nathan halen en het hoogste wat hij moet halen is 3,8 miljoen. Als hij dit haalt, komt hij op nummer 8 te staan van de highscore. Ik zit nog niet in de half. Dus je moet nog even grinden. Zo, dames en heren, dat was het voor vandaag. Lekker vroeg naar bed. Het is 9:15, we gaan nog even een serietje kijken en dan was dat hem voor vandaag. Ik heb heel erg genoten, ik ben super blij. Ik ga met een goed gevoel naar bed. Ik check jullie morgen om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.